Welkom in het derde en meest interessante hoofdstuk van de Control IQ Academy. Nu jullie weten hoe de pomp en de sensor werken, is het tijd voor de closed loop zelf. Control IQ is het algoritme dat berekent hoeveel insuline er om de 5 minuten moet afgegeven worden om de glycemie onder controle te houden. Ik overloop 5 delen. Als eerste bespreek ik het verschil tussen Control IQ en de SmartGuard. Dit is de automodus van de MiniMed 780G. Dan toon ik hoe je kan zien of iemand een pomp heeft met Basal IQ of met Control IQ en wat het verschil is. Ik leg uit hoe je Control IQ aanzet, hoe het werkt en extra tips om Control IQ goed te laten werken. Het eerste zijn de verschillen. Het grootste verschil tussen Control IQ en SmartGuard is toch wel de streefwaarde. Terwijl die bij de MiniMed 780G op 100, 110 of 120 kan gezet worden, is er bij Control IQ enkel een range mogelijk tussen de 112,5 en de 160 mg per deciliter. Control IQ heeft dan wel weer een nachtmodus waarbij de range verscherpt wordt naar tussen de 112,5 en 120 mg per deciliter. Het tweede grote verschil is dat de MiniMed 780G elke 5 minuten een autocorrectiebolus geeft en dat Control IQ dit enkel 1 keer per uur doet. Terwijl de SmartGuard maar kan starten na 48 uur in manuele modus, kan dit bij Control IQ theoretisch direct. Los daarvan is dit niet het beste idee, wat later nog aan bod komt. SmartGuard is een lerend algoritme. Dit betekent dat als er een bepaalde trend opgemerkt wordt, zoals een down-fenomeen, dan zal de SmartGuard hiermee rekening houden. De basale insulinesnelheid en de insulinegevoeligheid berekent hij dus zelf op basis van de afgelopen 2 tot 6 dagen. Control IQ daarentegen is geen lerend algoritme, maar houdt enkel rekening met de verwachte glycemie de komende 30 minuten. Bij een down-fenomeen zal je dus zelf de basale insulinesnelheid moeten aanpassen. Enerzijds kan je meer instellen, maar anderzijds moet je ook meer instellen om het systeem goed te laten werken. Ten slotte is er bij de SmartGuard geen verlengde bolus mogelijk. Control IQ is dan weer een van de enige closed-loop systemen waarbij dit wel mogelijk is. Deze tabel toont nog eens waar de verschillen zitten. Voor zorgverleners zijn misschien de aanpasbare factoren de belangrijkste. Bij Control IQ moet je naast de koolhydraatratio ook eventueel de basale insulinesnelheid en de insulinegevoeligheid aanpassen. De actieve insulinetijd kan je dan weer niet aanpassen, die staat vast op 5 uur. Misschien is het ook belangrijk om eens te kijken naar welk algoritme de beste glycemiecontrole behaalt. Hier zie je de resultaten van de Pivotal Trial en de real-world data van beide systemen. De tijd in automodus is bij beide systemen heel hoog, namelijk 94%, wat erop wijst dat het voor de gebruikers goed lukt om alles goed te laten werken. Het valt op dat Control IQ al veel beter onderzocht is, omdat dit nu eenmaal al veel langer op de markt is. In Amerika is Control IQ beschikbaar sinds 2019 en in totaal wordt dit nu door ongeveer 200.000 mensen gebruikt. Terwijl je bij de MiniMed 780G systematisch een time-in-range van rond de 75% ziet, is het bij Control IQ net iets lager. Dit zijn natuurlijk allemaal verschillende studiepopulaties en die mogen we niet met elkaar vergelijken. In februari van dit jaar werd een eerste kleine vergelijkende studie gepubliceerd bij 90 mensen in Italië. Hieruit leek de MiniMed 780G het iets beter te doen naar time-in-range en Control IQ dan weer iets minder hypo's en variabiliteit geeft. Ik moet er volledigheidshalve wel bij zeggen dat de baseline time in range bij de MiniMed 780G groep iets hoger was, wat theoretisch een deel van het betere resultaat kan verklaren. De toekomst zal moeten uitwijzen welk algoritme het beste is. Anderzijds wordt er natuurlijk continu gewerkt aan nog betere algoritmes en komen de studieresultaten meestal op het moment dat er al een betere versie beschikbaar is. Als je wil weten of je patiënt zeker Control IQ software op zijn pomp heeft staan in plaats van Basal IQ, kan je kijken naar de menustructuur bij opties. Bij Basal IQ zal er in plaats van activiteit, namelijk tijdelijk basaal staan. Zoals jullie weten is Basal IQ de voorloper van Control IQ en is het enkel een stop voor laagfunctie zoals de MiniMed 640G. Control IQ heeft naast een stop voor laagfunctie echt een algoritme dat de basale insuline moduleert op basis van de voorspelde glycemie. Als er een hypoglycemie voorspeld wordt over een half uur, zal de basale insulinesnelheid al gradueel beginnen afnemen. Als het algoritme een hyperglycemie voorspelt, zal de basale insulinesnelheid gradueel toenemen en zo nodig zal hij om het uur een correctiebolus geven aan 60% van een normale correctiebolus met een maximum van 6 eenheden. Ik toon je graag hoe je Control IQ kan aanzetten.
Als je pomp verbonden is met Dexcom en de koolhydraten staan aan bij bonusinstellingen bij je persoonlijke profiel, kan je Control-IQ aanzetten door via opties te kiezen voor Mijn pomp en dan Control-IQ. Je moet verplicht een totale dagdosis insuline en gewicht ingeven. Een totale dagdosis insuline van minder dan 10 eenheden en een gewicht van minder dan 25 kilo zijn contra-indicaties. Andere contra-indicaties zijn een leeftijd onder de 6 jaar, dialyse, zwangerschap en het gebruik van hydroxyurea of hydrea. Eenmaal Control-IQ aanstaat, zie je een grijze ruit in het startscherm. In het volgende deel overloop ik hoe Control-IQ werkt. Binnen Control-IQ zijn er eigenlijk drie opties. Een normale modus met een streefrange tussen de 112 en 160 mg per deciliter. Een slaapmodus met een streefrange tussen de 112 en 120 mg per deciliter. En een sportmodus of activiteit-beweging met een streefrange tussen de 140 en 160 mg per deciliter om tegemoet te komen aan de hogere insulinegevoeligheid tijdens het sporten. Als de basale insuline toeneemt of zakt door Control-IQ of als er autocorrectiebolussen gegeven worden, is het op het startscherm zichtbaar met deze pictogrammen. Er zijn ook aparte tekens voor slaap- en bewegingsactiviteit. Deze video toont nog eens hoe Control-IQ werkt. In de normale modus wordt er gestreefd naar een glycemie tussen de 112,5 en 160 mg per deciliter. Er staat een grijze ruit en een blauwe B op het startscherm. Als er voorspeld wordt dat de glycemie zal zakken in de toekomst, zal de basale insuline zakken en komt er een oranje ruit en oranje B op het startscherm. Als er een hypoglycemie voorspeld wordt, wordt de basale insuline gestopt. De ruit wordt rood en de B wordt een rode 0. In de CGM-grafiek zal er een rode zone verschijnen. De basale insuline zal herstart worden als voorspeld wordt dat de glycemie meer dan 70 mg per deciliter zal zijn binnen de 30 minuten. Als een hyperglycemie voorspeld wordt, zal de basale insuline stijgen. De ruit wordt blauw en de B wordt wit in plaats van zwart op een blauwe achtergrond. Als er een glycemie van meer dan 180 mg per deciliter voorspeld wordt, zal er een automatische correctiebolus gegeven worden en een insulinedruppel verschijnen. Ter hoogte van de insuline aan boord zal ook zichtbaar zijn dat er een bolus gegeven wordt. Deze video toont hoe de slaapmodus werkt. De streefrange vernauwt in de slaapmodus naar 112,5 tot 120 mg per deciliter. De basale insulinesnelheid zal dus stijgen als het systeem voorspelt dat je het komende half uur een glycemie boven de 120 mg per deciliter zal hebben. De slaapactiviteit kan je aanzetten door bij opties te kiezen voor activiteit. Je kan de slaapmodus manueel aan- en uitzetten of een slaapschema instellen. Je kan twee schema's instellen op vaste dagen van de week. Bijvoorbeeld een schema voor in de week en een schema voor in het weekend. Deze slaapschema's kan je ook via opties bij activiteit instellen. Je kan de dagen van de week selecteren en het start- en einduur. De twee schema's mogen wel niet overlappen. Als je meer dan 5 uur gaat slapen, gebruik je best de slaapmodus. Voor een middagdutje is het niet nodig. Als de activiteit beweging nog actief is, zal de slaapmodus niet starten. De slaapmodus start je best rond het moment dat je werkelijk gaat slapen en best niet binnen de 2 uur na je laatste maaltijd. Tijdens de slaapmodus krijg je namelijk geen autocorrectiebolussen, wat je wel eens zou kunnen nodig hebben na een avondmaal. Als je 's ochtends niet ontbijt, kan het geen kwaad om de slaapmodus nog even te laten aanstaan, doch het is niet de bedoeling om deze een ganse dag te laten opstaan. Als je wel ontbijt, is het in elk geval beter om de slaapmodus uit te zetten, zodat je ook de autocorrectiebolussen kan krijgen zo nodig. Terwijl je de slaapmodus dus ofwel kan inroosteren ofwel manueel kan starten of stoppen, kan je de sportmodus of activiteitenbeweging enkel manueel starten of stoppen. Bij de sportmodus zal de streefrange verhoogd worden naar 140 tot 160 mg per deciliter om tegemoet te komen aan de hogere insulinegevoeligheid bij sporten. De insuline zal dus sneller afgebouwd worden en pas vanaf een voorspelde glycemie van meer dan 160 mg per deciliter toenemen. Net zoals bij de Minimed 780G is het aangewezen om de sportmodus al 1 à 2 uur voor het sporten op te starten om hypoglycemie tijdens het sporten te vermijden. Dit is natuurlijk verschillend per persoon en per activiteit. De sportmodus kan je activeren via opties bij activiteit en dan beweging. Het bewegingsicoon verschijnt dan op het startscherm. Ten slotte nog enkele extra tips om Control-IQ goed te laten werken. De volgende educatiepunten zijn identiek als bij andere closed-loop systemen, namelijk vertrouw het systeem,
Stel eventueel de verwachtingen van de patiënt bij. Het kan zijn dat de glycemie trager zal zakken dan je zou willen. Je geeft best de aanbevolen insulinedosis en overroelt deze niet. Bolussen is de boodschap. Bolussen voor elke maaltijd en snack. Als je na de maaltijd bolust, verminder je best de bolus. Bij ControliQ kan je namelijk zelf kiezen hoeveel insuline je uiteindelijk geeft. Geef ook correctiebolussen bij hyperglycemie zo nodig. Behandel een hypoglycemie met minder koolhydraten, bijvoorbeeld 5 à 10 gram. Je hebt namelijk sowieso al minder insuline aan boord. Denk ook aan infusiezetproblemen, net als bij een gewone pomp, bij blijvende hoge glycemie, bijvoorbeeld meer dan 300 mg per deciliter gedurende 1 à 2 uur. When in doubt, change it out. Gebruik zo nodig de sportmodus. Als je je katheter meer dan 20 minuten loskoppelt, zet je best je insulinetoediening op stop, zodat ControliQ de insuline aan boord correct kan berekenen. Specifiek voor ControliQ is het belangrijk om de instellingen als basale insulinesnelheid, koolhydraatratio en insulinegevoeligheid te optimaliseren. Het is mogelijk om de bolusaanbeveling te overroelen, maar het is beter om dit niet te doen. Als je elke nacht de slaapmodus gebruikt, zal je een betere glycemiecontrole bekomen. Overweeg eventueel ook om een extra persoonlijk profiel aan te maken voor bijvoorbeeld vakantie of menstruatie of andere specifieke situaties. Belangrijk om te weten is dat als er gedurende meer dan 20 minuten geen connectie is met de Dexcom, zoals bij het opwarmen van de sensor of connectieproblemen, ControliQ maar maximum 3 eenheden per uur basale insuline zal geven. Moest een zeldzame patiënt toch meer dan 3 eenheden per uur insuline nodig hebben, moet in die gevallen ControliQ tijdelijk uitgezet worden. Ten slotte mag je net zoals bij de Minimed 780G niet met de pomp of de sensor onder CT of NMR. Hier zie je een aantal waarschuwingen die je zou kunnen krijgen specifiek bij ControliQ, maar het zou ons te ver leiden om hierop in te gaan. Ten slotte nog enkele tips voor het overschakelen van iemand op basaal bolusinsuline naar ControliQ. Theoretisch kan dit direct, toch het is beter om 36 uur te wachten zodat alle basale insuline zeker uitgewerkt is. Bij een slechte glycemiecontrole of bij hypoangst kan het een optie zijn om eerst continu in de sportmodus op te starten. Hier zie je nog eens hoe je de basale insuline goed kan instellen bij iemand die overschakelt van pennen naar een pomp. Bij ControliQ is het belangrijk dat de basale insuline en de insulinegevoeligheid goed zijn ingesteld, terwijl dit bij de Minimed 780G minder uitmaakte. Je vindt dit advies ook terug onderaan de video. Je weet nu perfect hoe ControliQ werkt. In het volgende en laatste hoofdstuk toon ik je hoe je kan controleren of het systeem werkt en hoe je het kan aanpassen.